Stichting De Bloedkuil maakte deze week bekend een crowdfundingactie te starten om twee standbeelden te realiseren van NEC-iconen Frans Jansen en Sije Visser. Patrick van den Berg vertelt hoe dit idee is ontstaan. Ja, we hebben een Facebookgroep, Oud NEC. En daar, daar zitten we met een paar duizend mensen zitten daarop. En die delen daar dagelijks van alles over Oud NEC. Ja, daar is het idee een beetje ontstaan eigenlijk. Met het delen van oude berichten en foto's. En toen zijn we met z'n drieën hebben we afgesproken. Johan Verharen, Jeffrey Koelma en ik. En nu staan we hier, om het zo maar te zeggen. Of ja, ik sta hier. Het was al snel duidelijk wie er geëerd moesten worden met een standbeeld. Ja, heel simpel eigenlijk. We hebben gekeken, als je de historische cijfers naast elkaar legt, samen met gewoon de emoties. En je kijkt naar de doelpunten van Frans en Sije natuurlijk met de meeste wedstrijden. Ja, dan kan je niet om die twee heen. Dat is gewoon een feit. Wat komt er nou bij kijken om zo'n standbeeld te maken? Ja, een hele hoop. Naast een hele hoop geld natuurlijk. Gaat uiteindelijk straks een beeldhouwster aan de slag. We zijn daar op bezoek geweest ook. Om het hele proces te bekijken eigenlijk. En ook voor ons natuurlijk. Het is natuurlijk compleet iets nieuws. Zij heeft gewoon laten zien van, ze heeft heel veel foto's nodig. En het liefst ook in persoon gewoon. Hè, dat zij of Frans daar naartoe gaat om haar kunnen sculpturen helemaal. En aan de hand van dat, in combinatie met de foto's, wordt het dan een beeld in klei. En dat wordt uiteindelijk met brons in brons gegoten. Om de beelden te realiseren is natuurlijk geld nodig. Wie gaat dat betalen? Ja, hopelijk de supporters en sponsoren natuurlijk. Maar ik zeg eerlijk, ik heb het liefst gewoon dat het alleen maar door supporters wordt betaald. Want dan kan je echt zeggen, het is van de club. En ik denk ook dat die twee mannen verdienen dat. De club verdient het, want het is een fantastisch uithangbord voor de club. Als je zo'n standbeeld voor het stadion hebt staan. Daar kan je gewoon qua persmomenten, qua uitstraling van de club, mensen die ermee op de foto willen. Ja, dat hoort gewoon bij een club als NEC. Deze week was er natuurlijk groot nieuws dat het zou komen. Gaat er zondag tegen Willem II nog iets gebeuren? Ja, we gaan zondag collecteren voor de wedstrijd. En in de rust komen beide heren komen op het veld. En dat vinden we fantastisch, want dat was best nog wel een dingetje. Omdat Frans natuurlijk COPD heeft. Maar ze staan zondag tijdens de rust op het veld en dan worden ze door Gerry geïnterviewd. En wij gaan voor de wedstrijd dus collecteren.